Goedendag en hartelijk welkom bij Klagemauwe TV in het Nederlands Klaagmuur TV. Ons thema vandaag: de harde druk voor kinderen in het alledaagse schoolleven. Kinderen in de leeftijd van het basisonderwijs in ons buurland Duitsland hebben tot 37 uur per week nodig voor hun schoolwerk. De werkdruk stijgt met toenemende leeftijd. Reeds in de eerste tot de vierde klas van de middelbare school kan dit tot 45 uur per week worden. Dat is meer dan een voltijdse job van volwassenen. Bonden en experts waarschuwen voor scheefgroei en bestendige uitputtingstoestanden, omdat kinderen en jongeren nauwelijks tijd voor ontspanning hebben. Niet alleen de hoge geïnvesteerde tijd voor school, maar ook de hoge mediaconsumptie, die als compensatiemiddel met de schoolstress gepaard gaat, mat de kinderen af. In doorsnee ligt de mediaconsumptie tussen 10 en 17 uur per week. Daarentegen worden slechts 8 uur per week benut voor hobby's, uitrusten en beweging. Andrea Mulle de Merino, vormingswerkster van de kinderhulporganisatie World Vision, waarschuwt. En ik citeer: tijd voor ontspanning en ruimte voor ontplooiing om te spelen is belangrijk voor het welzijn van kinderen en bevordert hun ontwikkeling beter dan menig gestructureerde leerprogramma. De vraag laat zich stellen: merken onze intellectuelen dat niet of willen ze het niet merken wanneer ze onze kinderen schaakmat zetten?